Nou, dit is echt niet te doen. Er is zoveel roze. Ik denk dat ik af en toe mijn ogen dicht moet doen, want dit is zoveel. Hoi, ik ben Marloes en ik blog op budgetproof.nl over hoe je een heel leuk leven kan hebben zonder per se een dikke bankrekening te hebben. En je kan me volgen op Instagram, Marloes Budgetproof. Er wordt heel vaak onder de video gevraagd of iets van action is. Nou, ik kan je verklappen, alles wat je in deze video ziet, in alle andere video's trouwens ook, op de achtergrond, wat ik laat zien, dat is allemaal van action. Behalve mijn kleding natuurlijk. Normaal ga ik altijd de winkel in en dan koop ik zelf wat ik heel erg leuk vind. Maar vandaag is het anders. Ik heb namelijk een envelop en wat hierin zit, dat is heel spannend. Wat ik ga doen. Ik heb geen idee werkelijk waar. Als het maar niet iets met sporten is, want daar ben ik allergisch voor. Ah, ik vind het spannend. Ik heb helemaal zo trilhandjes. Lieve Marloes, gelukkig nieuwjaar. Om het nieuwe jaar lekker gek te beginnen, hebben wij een typische YouTube challenge voor je. Alles wat je in de winkel ziet in de kleur roze moet je kopen. Heel veel succes. Nou, dit is leuk. Ik ben dol op roze. Ik heb roze autowielen. Voor wie het wil weten. Ik vind het heel spannend aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk ik, nou, lekker makkelijk. Ik hoef nergens over na te denken. Ik koop gewoon alles wat roze is. Ik heb super zin in. Nou, zo leuk heb ik nog nooit gewinkeld. Vind je nu al leuk? Het eerste ding. Is dit roze? Sport. Moet ik toch aan het sporten? Moet ik dit nu ook meenemen? Ja, oké. Een desk organizer. Dit is een hele set. Nou, leuk. Nou, dit is echt niet te doen. Er is zoveel roze. Ik denk dat ik af en toe mijn ogen dicht moet doen. Want dit is zoveel. Lijmpistool. In het roze, maar hij is er ook in andere kleuren. Maar roze is natuurlijk de allerleukste kleur. Plakbanddispenser. Dit is toch fantastisch? Dit voelt net als als je zo'n prijs hebt gewonnen en je mag de hele winkel doorchasen. En je hele mandje vol gooien. Hartstikke roze. Geen decoratietools. Ik wist niet dat ik het nodig had. Wat zullen ze bij de kassa wel niet denken hiervan? Nou, daar ben ik dan. Ik ben echt gigantisch goed geslaagd. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel roze producten te vinden zijn. Ik heb het idee, wat is er net gebeurd en wat heb ik allemaal in mijn mandje gegooid? Want eerlijk is eerlijk, ik heb meer gekeken naar de kleur dan naar het product. Wat natuurlijk ook de bedoeling was, maar dat is heel bizar voor mij. Want normaal shop ik heel erg bewust. Maar laat ik ook nog even zeggen dat alle producten die je in de video ziet, die komen op een goede plek terecht. Nou, om je een idee te geven, dit is wat ik allemaal heb meegenomen. Het is echt ridicuul veel en alles roze. Nou, laat ik nou dol zijn op roze en ik hoop jij ook. Kijk mee wat ik allemaal heb geshopt. Voordat we beginnen, vergeet niet te abonneren, want er komen super veel leuke video's aan en die wil je niet missen. De eerste is Hubba Bubba Bubblegum. We kennen hem allemaal wel. Heerlijk, 74 cent. Ondanks dat sporten niet echt mijn lievelings is, is het wel een van mijn goede voornemens. €3,99, fijne sport BH, mega flexibel en een leuk roze kleurtje. Wasverzachter, 89 cent met een lekker bloemengeurtje. Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. Deze heb ik dus helemaal niet bewust geshopt, maar het lijkt me heerlijk. Natuurlijke fruit- en notenrepen met vijgen, €1,29. Even kijken wat het is überhaupt. Dit is dus een zeemerminnenkleed. Deze is voor kinderen en dan kan je je voeten in zo'n zeemerminnenvin doen. Hoe leuk! En ik las net op de verpakking dat het ook voor mama's verkrijgbaar is. Dus dan kan je twinnen in je zeemerminnenpleed. Ik heb alleen geen kinderen, maar ik wil het toch. Oh, dit is vrolijk. Het zijn versiersels voor je cupcakes. 92 cent en er zitten unicorns en stippetjes en eigenlijk allemaal leuke figuurtjes in. Wat is dit dan? Wat gezellig. Vergeet bad eend. Ga in bad met een flamingo. €1,49. Nou, wat gezellig. Dit zijn nepnagels en daar zitten kleine katjes op. €1,39 en dan heb je 24 stuks. Dus dan heb je nog een aantal reserves. En zo, twee keer je nagels. €1,49. Een lekkere chocolate cranberry mix. In de categorie gezellige dekentjes heb ik deze knuffeldeken met een unicorn inclusief gouden horen. Deze is voor kids, maar eerlijk is eerlijk, ik denk dat dit best wel universeel is. Nou, dit is toch fantastisch. Lekker op de bank met je unicorn. Lekker rustig ook zo. Dit kussen is €4,95. Is lekker zacht velvet. En ik vind dit een hele mooie kleur. Die past in ieder interieur. Dus als je niet van bubblegum roze houdt, maar toch een touch of roze wil, is dit een ideale keus. Dit is een kwastenreinigingsmatje. En ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn make-up kwasten nooit schoonmaak. Maar vanaf nu dus wel. €1,49. Had ik dat al gezegd? €1,49. Ik hoef niet meer te vertellen dat die roze is. En dit is heel handig. Dit hang je zo aan je wasbak. En dan kan je hier je kwasten in stoppen. En hier reinig je ze dan op. Ik vind het handig. 99 cent hebben we allemaal nodig.
Nou ja, niet allemaal. De dames dan in ieder geval. Wat een slecht verhaal. Wat moet ik ook zeggen over maandverbandjes? 99 cent. Ja, handig. Ik ben meer van de tampons. Oh, dit vind ik leuk. Dan kan je je hond in stijl uitlaten. En wat zijn het? Nou, twee? Huh? Oh nee, een halsband. Je ziet alweer dat ik geen huisdier heb. Een halsband en een lijn. €1,99 voor een halsband en een lijn. Nou, dit is dus een grote verrassing. Het is de speciale glitter editie. Nou, op mijn lijf geschreven. Hij kost trouwens €2,89. Dan nog iets eraf trekken en dan erop draaien. Ja. Wat een gedoe. Durf niet. 3, 2, 1. Happy New Year! Nou, hoe leuk was dit? Het was op zich best leuk. En het is echt voor kinderen. Nou, dit is je make-up aanbrengen in stijl met een sponsje in de vorm van lipjes. 69 cent kost die. En volgens mij... Nou, met deze make-up... Ja, niks. Voor foundation. Voor €1,49 heb ik hier een gezonde snack. Gotiebessen. Lekker door je yoghurt of om mee te bakken. 49 cent, een anti-slipmat. Een goede tip. Dit is goed voor in je caravan, zodat alles op zijn plek blijft als je rijdt. Nou, 49 cent. Kan je niet laten liggen als je graag kampeert. 79 cent, een hele stash met elastiekjes. En we weten allemaal, deze raken gewoon kwijt. Wat ze gaan doen, geen idee, maar ze zijn nooit ergens te vinden. Voor 79 cent heb je een hele rits. Hoeveel zouden ze er zijn? 38. €1,27. Dit is een van mijn lievelings. Dit is de all-purpose cleaner met rozemarijn en gember. En ik ga hier stiekem altijd voor naar de Action winkel. Dus dit koop ik keer op keer. Ze zijn ook in andere varianten, maar deze was roze, dus die ging mee. Dit is een leuke als je op vakantie gaat. Het is een bagageriem. En die doe je dus om je koffer. Zodat ook al heb je misschien een beetje te veel ingepakt, je koffer niet uit elkaar knalt. En je herkent hem makkelijk. 99 cent. Dit is echt een te lief cadeautje voor iemand die kindjes heeft of voor een kindje zelf natuurlijk. Het is een dekentje eigenlijk met oortjes. Deze is in de vorm van een katje, maar er zijn ook allerlei andere varianten. Het is mega zacht, €3,95. Dit is dus een plantspuit in het roze, helemaal gezellig. Die hoef je niet te verstoppen in de kast, maar mag gewoon gezien worden in je interieur. En deze valt zo erg op dat je je plantjes ook niet vergeet. 59 cent. Nou, ik heb dit dus nog nooit gebruikt. Het was roze, dus het belandde in het mandje. Het is tapijtreinigerspray. En als je dus net zo onhandig bent als ik er regelmatig iets omgooit, dan... Is dit handig? Het is echt een wonder dat ik dat nu niet in mijn kast heb staan. Nou, we doen even een rondje schoonmaakmiddel. Dit is Harpic Active Fresh met de tropische bloemengeur. Oh, bleekgel. Voor langdurige frisheid met de geur van tropische bloemen. En hij ziet er gewoon gezellig uit. Ik zou hem eerlijk gezegd wel verstoppen in het kastje. Maar hè. €1,19. We zijn nog steeds in het gangpad schoonmaakmiddelen, geloof ik. Dit zijn XXL Vibes. Doekjes die je dus voor allerlei doeleinden kan gebruiken. En ze hebben een hele frisse... Ze hebben een hele frisse appeltjesgeur. Dat zou ik niet verwachten als ik die roze verpakking zo zie. Oeh, heel lekker. Echt frisse appeltjes. Zoals die Chupa Chups lollies. Ken je die nog? Deze XXL Vibes kosten 72 cent. In de categorie geurtjes. Dit is een luchtverfrisser met lavendelgeur. Hij zit in een grappig bloemetje, zodat hij er ook nog leuk uitziet. Oeh, even kijken hoe dit werkt. Wow, wat komt hier voor creepy ding uit? Er zit een gel in. Het ruikt heel heftig naar lavendel. Dus snel resultaat. Ja, op zich is het best geinig, toch? Hij kost 78 cent. Maar ik kan hem ook weer dicht doen. Dus als je gasten verdwenen zijn, dan doe je hem gewoon weer dicht. Een microvezel handdoek. En waar heb ik dat voor nodig, hoor ik je al denken. Nou, dat is handig op vakantie. Hij droogt heel snel. En als je gaat sporten of andere... Ja, weet ik veel. Opnieuw. Dit is een microvezel... Dit is een microvezel handdoek. Droogt mega snel. Dus heel handig voor op vakantie. Of als je... Sport. Hij kost €1,99. Badparels. Ik denk dat ze voor kindjes zijn, aangezien er zo'n leuke Disney-illustratie op staat. Het zijn allemaal kleine pareltjes die je dus lekker in bad gooit. De 99 cent. Glitters, sterren, alles wat leuk is. Roze. Ideaal voor carnaval, denk ik dan maar. €2,99. Oh, ik ontdek net dat er dus LED-verlichting in deze pet zit. Ja, dat maakt hem het wel waard. Maar hoe de... Huh? Hoe doe ik dat aan? Nou, LED-verlichting of niet, hij blijft heftig. Yes! Deze heb ik heel bewust in het winkelmandje gegooid. Het is een kaars. Pink Panther heet die. En hij heeft een houten lontje. En ook nog een geurtje. Maar eigenlijk viel ik voor de verpakking. €3,49.
Vinden we het hem dat waard? €3,49. Hij is wel mooi. Het is een leuk cadeau. Oh, ik kan hem hierdoor ruiken. Hij ruikt wel heel lekker. Dit is een bagagelabel in de vorm van een unicorn. Achterop schrijf je dan je naam en al je gegevens. Zodat mocht je koffer kwijtraken, ze altijd weten bij welke unicorns hem kunnen bezorgen. Deze hoort bij het kwastenmatje. Het is make-up brush cleaner, dus make-up kwastenreiniger, laat ik het ook even in Nederland zeggen. Hij kost 89 cent voor 200 ml, dus daar doe je best een tijd mee. Heb je een feestje? Koop dan alles in het roze, want je ziet hoe leuk dat is. Dit tafelkleed hoort daarbij. Hij is afneembaar met een vochtige doek. 99 cent. Nou, mijn make-up tasjes zijn altijd helemaal afgeracht en helemaal smerig aan de binnenkant. Ik weet niet hoe jullie dat doen, dus ik was nodig toe aan een nieuwe. En deze is echt perfect voor mij. Luipaard en roze. Kan niet beter. €1,99. Nou, carnaval duurt nog eventjes. Maar ik kan me al helemaal verkleden als een mermaid. Ik heb hier een mermaid diadeem. Ik heb net al een plaid laten zien. Deze diadeem kost 49 cent. Tip van mij. Als je je douchegel in een douchepuff doet, dan schuimt je douchegel dus veel meer. En doe je er veel langer mee. En het is natuurlijk meteen een scrub in één. En dat voor 49 cent. Nou, Pasen is natuurlijk al in aantocht. Want hè, het nieuwe jaar is begonnen. Wat doet men hiermee? Dit is gewoon voor kleine kindjes, hoop ik. €1,79 kost dit lieve maskertje met een konijntje. Oh jongens, deze had ik vroeger. Vroeger bedoel ik 2 jaar geleden. Dit is dus een lunchbox. Een mega grote. Voor lekker veel boterhammen of salade. Kan in de vaatwasser. Simpel ding. Hij kost ook weinig. €1,19. Ja, kaarsjes mogen natuurlijk nooit ontbreken in een shoplog. Dit zijn geurkaarsjes. Met de geur van red berries. Ze ruiken echt heerlijk fris. Het zijn er 24 stuks voor €1,29. In het reisthema hebben we nog weer een opbergkoker voor op reis. Met een leuke illustratie erop. En hij is handig voor je toiletartikelen. Die doe je hierin en dan beschadigen ze niet. Je borstel, je tandenborstel. Je tandenborstel, als die nat is, dan maakt hij alle andere dingen vies in je tas. Dus dat is handig voor je. Decoratiezand. Laat ik hier maar niet mee aan de slag gaan. Maar het is wel leuk voor in de wind ligt met een kaars in. 79 cent. Ja, vroeger had ik dit echt heel mooi gevonden, maar het is een lampje eigenlijk. €2,95. Hoe leuk is deze rugtas? Met een alpaca of lama, een hartjesbril. Hier gaat toch iedereen vrolijk mee naar school? €4,79. Ik had op de een of andere manier in mijn hoofd dat dit van glas was, maar het is een kunststof yoghurtbeker om je yoghurt mee te nemen naar waar dan ook eigenlijk. Handig als je je ontbijt niet thuis eet, maar op werk bijvoorbeeld, wat ik stiekem altijd doe. Hier zit aan de bovenkant een apart compartimentje. Ietsje wat een fancy woord, waar je dan bijvoorbeeld je muesli of kruisli in kan doen. Oh, kijk. En er hoort een lepeltje bij. Super handig en lekker duurzaam. En hij kost ook niet veel, namelijk €1,29. Hey Elise, deze heb ik voor jou geshopt. Het is een lijmpistool in een felroze kleur. Daarmee kan je heerlijk DIY'en. Hij kost maar €1,99. Dat vind ik echt een kopie. Nou, dit zou je in mijn keuken niet tegenkomen, maar hij was roze. Het is een taartdecoratieset waarmee je de mooiste kunstwerken kan maken. Ik eet ze liever op. 99 cent. Oeh, ik heb eenzelfde product geshopt in 2 verschillende varianten. Het is een to-do-lijstje. Roze natuurlijk. Zo, roze natuurlijk, met bloemetjes en met een slangenprintje. En dit is ideaal voor je to-do-lijstjes. Dit is de perfecte start van een opgeruimd bureau. Het is een organizer set en die bestaat dus uit verschillende onderdelen. Voor je pennen, voor je magazines of je documenten. Deze complete set kost €3,79. Dit is wel misschien mijn lievelings uit deze hele video. Het zijn 2 schriftjes, maar ik ben al eenmaal gek op to-do-lijstjes en schriftjes. En dit is roze met pandaprint en een goudkleurig detail. Of je vindt dit helemaal geweldig, of je vindt het echt verschrikkelijk. Komt nu een poll in beeld, dus ik ben benieuwd welk team jij bent. Ik vind het geweldig. Maakt mij niet uit dat mensen me niet serieus nemen met zo'n pen, maar ik schrijf er graag mee. Hij kost 99 cent. Oh ja, en als je dan toch bezig bent met je werkplek pimpen, dan kan deze er ook nog wel bij. Het is een tape dispenser, dus voor je washi-tape of je plakband. Hij kost €1,24. Wat een gezelligheid, daar word je toch blij van. Voor de knutselfans onder ons, dit is een glitterdecoratieset. Ja, ik zou hier gewoon elke ochtend mee willen beginnen. Gewoon een beetje strooien. Maar het zijn glitters voor knutseldoeleinden. Pink en purple. Je kan ze echt voor allerlei DIY projecten gebruiken. De set met 6 stuks kost €1,39. Hoeveel hebben we nog? Het is echt niet te geloven. Nou, nieuw jaar, nieuw scrapbook. Dit is er eentje met roze glitters en een strikje. Helemaal cute. Voor al je avonturen. Nee, wat doe je met een scrapbook? Wat doet men met een scrapbook? Ik heb geen idee. Ik ben echt geen scrapper. €2,49 kost een scrapbook.
een laptophoes om je laptop overal mee naartoe te nemen. Ik sleur hem de hele wereld over en soms los in de tas. Ajajaj. Dus ik ga hem nu goed beschermen in deze laptoptas met een patroontje. €4,95. En dat vind ik echt geen geld voor een mooie laptophoes. En hij heeft ook nog van het, hoe zeg je dat? Hij is verdikt. Hoe zeg je dat? Nou, padding. Hij heeft ook nog padding, dus hij beschermt je laptop echt. Oh, en als jij dan niet 10 laptop, maar 10 tablet bent, dan heb ik deze geshopt. Het is een travel case voor je iPad mini, Galaxy Tab of ander tablet. €2,49 kost die. Je kan je telefoon in stijl beschermen met deze hoesjes. Er zijn allerlei varianten en echt genoeg roze te kiezen. Deze fluffy variant kost €2,95. En deze zijn er in alle soorten voor verschillende telefoons. Deze twee siliconen cases kosten €1,49. Dit was een van de eerste dingen die ik in mijn mandje gooide. Maar wat een verrassing is dit. Dit is een documentenhouder. Maar met een marmerpatroontje, ziet er super luxe uit. Kijk, oh, gezellig. Mintgroen aan de binnenkant. Hier doe je dan je belangrijke documenten in, zodat ze mooi blijven. Hij kost €1,99 en matcht echt perfect met de organizer set voor je bureau. Als je niet genoeg hebt aan de to-do-lijstjes die ik je eerder liet zien, maar liever gaat voor een gigantische to-do-lijst, dan is dit klembord echt ideaal. Met goudkleurige details, dus super chic. En hier klem je gewoon een A4'tje tussen en dan kan je aan de slag. We hebben nog wel een paar koude maanden te gaan. Dus brei je eigen sjaal in een leuke roze kleur. Action heeft verschillende soorten wol. En ook in het roze. Dit is met de haag variant. En deze is meer traditionele wol met verschillende kleurtjes erin. Deze Huggable wol kost 99 cent. Deze Yukol wol kost €2,49. Deze matcht perfect bij de rugzak. En dit is een opberg etuietjes voor je oortjes. Maar ik hoor ook heel veel mensen die er sieraden in doen als ze op reis gaan. Hij kost maar 83 cent. Als jij deze lama als emoji hebt, laat hem achter in de comments. Nou, deze heb je misschien al wel zien branden hier op de achtergrond. Het is een hele chique geurkaars. Mega groot, zoals je ziet. Ruikt heel fris. Echt wel een luxe geur, vind ik. En hij heeft twee lontjes en een gouden randje. Ja, ik vind het wel echt een topper. Hij kost €4,66. En hoewel dat misschien voor Action aan de prijs is, koop je dit echt nergens zo voordelig. Dit is echt een must-have voor een meisjeskamer. Het is een jersey hoeslaagje, dus mega comfortabel. En hij is natuurlijk roze. €2,46. Ja, hier heb ik dus echt geen verstand van. Want alles met sport heb ik geen verstand van. Maar het is een dumbbell, dat weet ik nog net. En hij is om je spieren te trainen. 1 kilo is dit. Ze hebben ze in verschillende varianten. En hij kost... Oh, deze kost €1,99 en dan kan je dus heel voordelig mee thuis sporten. Nou, deze heb ik ook natuurlijk meegegrist, want dit is iets wat ik ook zou kopen als niet het thema alles roze was. Het is een sieradenbox op goudkleurige pootjes. Deze heeft dus verschillende bakken voor verschillende typen sieraden. En hier kan je heel ideaal je ringen en je oorbellen tussen doen. En hier laat je gewoon je kettingen, je armbandjes, alle sieraden die gewoon in een groot vakje kunnen. Kijk, hij gaat dicht met een dekseltje. En het staat nog mega leuk in je kamer ook. Hij kost €3,79. Nou, ondanks dat het dus niet de bedoeling was dat ik helemaal losging met wat ik zelf mooi vond, maar alles roze kocht, heb ik deze gevonden. En dit vind ik wel echt een fantastisch ding. Hij kost 59 cent. En er staan lipjes op met bosbeep. Zelfs het papier is roze. Nou, dan maak je echt wel de allerfijnste aantekeningen, vind ik. Conclusie, daar ben ik dus gewoon blij mee. Nou, er komt nog een etui uit de tas. Die was 99 cent. Hij heeft glitters in allerlei kleuren, maar overheersend is roze. Deze verdient sowieso een plekje in mijn tas. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Welk roze product is jouw favoriet? En moeten we dit vaker doen? We horen graag wat je ervan vindt. Welke kleur? Wat moeten we winkelen? Waar heb je een leuk idee over? Laat het achter in de comments. Vergeet je niet te abonneren, zodat je geen enkele video mist. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik vond het super leuk dat je er was. En ik zie je graag een volgende keer weer. Duimpjes omhoog. Dankjewel. Doei doei.